Dit zijn ze dan, alle examenkandidaten uit Echten. Ik heet Simeon Prinsen. Rick Nijstad. Ik ben Wil Pollet. Tessa Benning. Mijn naam is Betse. Mijn naam is William Talen. En wat doet iedereen nu? Doe ik kader. VMBO TL groen basis. Doe nu VMBO kader. TL. Ik doe nu TL. Maar heeft iedereen ook een beetje geleerd? Nou, jawel, jawel. Gewoon elke dag wel even een beetje examen leren. Oh, jawel. Ja. Ik heb heel wat geleerd, ja. Ja, een beetje in de vakantie. Kom er straks achter. En heeft iedereen er ook een beetje vertrouwen in? Ja, jawel. Alleen examen van Engels niet, maar voor de rest, jawel. Jawel, ik sta er wel goed voor. Jawel. Maar ik heb altijd vertrouwen in wat ik doe, dus dit zou ook wel weer goed komen. Ja. Oh ja hoor. Hebben de examenkandidaten nog tips? Nou, gewoon rustig blijven en je examen gewoon rustig blijven en je examen gewoon doen. Niet gehaast doen. Ja, nee, eigenlijk niet. Gewoon goed je best doen. Goed leren. Nou, gewoon een beetje leren. Niet zoveel doen. Ja, gewoon onder de toets relax blijven en niet te gehaast dingen gaan maken, denk ik. Ik maak samenvattings. Daar leer je ook al heel veel van als je die samenvattings maakt. Helaas niet. En wat gaan ze doen als ze klaar zijn? Ik ga dan naar het Alphen College. Engineering doen. MBO. VO3. Bier drinken. En wat voor opleiding ga je nou doen? Vrachtwagentechniek. Ik kan even met mijn vrienden gewoon een lekker feest gaan vieren. En drank inslaan en een laat avondje maken. Ja, ik wil richting ziekenhuiskant, dus verpleegkundige. En als dat heb afgerond, misschien dan nog richting de ambulancekant. Dus dat wil ik een beetje gaan doen. Ik ga naar het Alphen College en dan ga ik de business school doen. Internationale groothandel. Komende tijd volgen we deze 6 examenkandidaten op hun weg door de examens.